14 seconden sneller over de A50 tussen Valburg en Ewijk. Dat is de wens van minister van Nieuwenhuizen, die de maximumsnelheid wil verhogen naar 130 km per uur. En dat is volledig tegen de wens van het actiecomité A50 Ewijk. Ja, ik vind het geen goed idee. Om de volgende reden. Eigenlijk op de eerste plaats, je hebt hier al aardig wat geluidsoverlast en die wordt alleen maar erger. We hebben ook last van fijnstof in de omgeving hier. En dat wordt ook alleen maar erger door de verhoging van de snelheid. En wat we ook zullen zien is dat ongetwijfeld het aantal ongevallen omhoog zal gaan. Dus al die zaken bij elkaar denken wij dat het geen goed idee is om 130 te gaan rijden. Zeker als je kijkt naar de motivatie waarom de minister dat wil. De enige reden die ze aangeeft is 130 is de norm. Dus die wil ik overal gaan invoeren. Ja, voor ons heeft het geen zin. We kunnen wellicht nog naar de Raad van State, maar we moeten dat in het comité nog even kortsluiten of we dat inderdaad willen. Want daar zitten ook weer kosten aan verbonden en ook natuurlijk weer een extra tijdsinspanning om het bezwaarschrift verder op papier te zetten. We hebben aanstaande woensdag de eerste bijeenkomst met de gemeente en dan gaan we dat soort ideeën uitwisselen.